Hallo beste kijkers en welkom bij deze nieuwe Squad Builder. En ik heb een tijdje niet geüpload en dat komt omdat ik het weekend in Amsterdam was. Dus dan had ik geen tijd om iets op te nemen, maar nu ben ik dan uiteindelijk terug met een nieuwe Squad Builder. En ik ga het ook wat anders aanpakken. Ik laat deze keer niet tussentijds een clip zien, maar dat komt allemaal aan het einde, omdat jullie het allemaal verzochten. Maar als jullie het weer gewoon terug willen in het oude systeem, dan laat in de comments achter. Maar we gaan maar gewoon in het squad, of in het team moet ik eigenlijk zeggen. En tussen de palen bij Ruffier staan. Ik vind hem eigenlijk best wel een fijne keeper. Op current gen vond ik hem echt age, maar op next gen vind ik hem echt een heel erg goede baas. Dan gaan we over naar de eerste centerback en dan hebben we Santa Croce staan. Santa Croce heeft low high work rate en dan vind ik hem ook echt heel fijn. En zijn lengte heb ik eigenlijk niks van gemerkt. Ik zal dadelijk wat iets meer in detail gaan als we bij de gameplay aankomen, omdat ik nu maar een paar seconden heb voordat we naar de nieuwe speler overgaan. De tweede centerback is natuurlijk alweer een heel erg bekende speler in mijn squad. Ik vind hem echt heel fijn, dus ik hoef natuurlijk niet meer woorden aan vuil te maken hoe fijn ik Chiellini vind. Ik heb hem eigenlijk in iedere squad build tot nu toe gehad, omdat ik hem gewoon een heel erg allround centerback vind. En de laatste centerback is ook een silver en dat is natuurlijk Zuma. Zodat we een directe link hebben, een perfect link, zodat de keeper en de centerback 9 chemistry krijgen. En ik vind Zuma eigenlijk een heel erg fijne centerback, draait heel erg goed mee in het team. En hij is ook 6'3". Oftewel, hij is gewoon een heel grote centerback. Is ook heel erg sterk. En ik vind dat hij eigenlijk net zo goed een goud had kunnen zijn. Want ik vind hem echt extreem fijn. Ik ga hem over naar links midden. En hebben wij Al-Abad. Tenminste, dat is hoe ik het kan lezen. Waarschijnlijk zeg ik het helemaal verkeerd. In ieder geval, hij heeft 2 keer gescoord. En ook een assist geleverd. En ik vind hem echt extreem fijn. Heb ik high low work rate en 4 sterren skills. En 4 sterren weak foot. Dus eigenlijk gewoon de ideale links midden. Dan gaan we over naar de eerste center defensive mid. Ik heb niet de man of the match versie. Maar de gewone versie van Pogba. Of eigenlijk moet ik de upgrade zeggen. Want ik vind hem al heel erg fijn. Kan goed dribbelen, kan goed springen en ik vind hem echt een van de beste verdedigende middenvelders in het spel. Ik ga hem over naar de tweede center defensive mid en dat is Vidal. Vidal is ook meerdere keren teruggekomen in mijn teams, omdat ik hem ook gewoon een heel erg goede verdedigende mid vind. En dat is een high work rate, is hij zowel voorin als achterin te vinden. En hij heeft ook dus gewoon 4 sterren weak foot, dus ik kan met links en met rechts gewoon goed overweg. Ik ga hem over naar de rechts midden, moest ook een perfecte link zijn, dus daar hebben wij deze gast. Deze gast heeft waarschijnlijk het zweterigste kaartje op heel Ultimate Team. Hij heeft wel high low work rate en 3 sterren skills en 3 sterren weak foot. Hij is eigenlijk een stuk fijner dan ik had verwacht. Want hij rent heel erg snel. Hij is echt heel erg snel. En hij kan goed schieten ook nog. Dat zou ik in de gameplay zien. En op center attacking mid hebben we Valdez staan. Valdez is echt een heel erg goede center attacking mid. Want hij heeft sowieso 84 passing voor een 76 algemeen. Wat best wel opmerkelijk is. En hij heeft ook best wel veel goals meegepikt. En ja, hij heeft high low work rate. Dus hij is heel veel voorin te vinden en weinig achterin. Dus hij fungeert eigenlijk gewoon als een derde spits. En dan gaan we over naar het eerste team of the season. En daar staat El Shamrani. Shamrani heeft 38 pace en 37 shooting. En daarom wil ik hem dus echt een keer graag proberen. En hij is ook heel erg goedkoop. Hij is rond de 35k voor een team of the season met die stats. En als je zo'n team rond hem heen kan maken, is het echt een enorm goede speler. En het tweede team of the season is Paredes. Of Paredes, ik weet niet precies hoe je moet uitspreken. Volgens mij Paredes. Maar hij heeft ook een aantal goals meegepikt. En als hij gewoon op zijn sterke been komt, dan schiet hij er alles in. Het is wel een probleem dat hij dus op de retterkant staat en af en toe met zijn linker moet schieten. Maar ik vind het echt heel erg fijn. En dan gaan we nu over naar de gameplay. Dus er komt nu dikke editing skills met allemaal transitions en zo. En dan gaan we dus over naar de gameplay. En dan zie je van allerlei spelers allemaal een paar clips. Maar ik moet zeggen dat ondanks dat het team een aantal zilverspelers heeft, vind ik het echt een van de fijnere teams die ik heb gebruikt. Vooral de verdediging verbaast mij heel erg. Want het is echt gewoon een enorm stabiele verdediging. Ik heb heel weinig goals tegengekregen en daarentegen juist heel erg veel gescoord. Want natuurlijk heeft Santa Croce low high work rate. Dus hij is vrijwel altijd achterin. Chiellini heeft medium high. En hij heeft Zuma uiteindelijk nog medium medium. Zij is de enige die af en toe uit positie is, maar hij is heel erg sterk en kan echt enorm goed koppen. Hij heeft wel geen kopgoal van mij gescoord, maar wel heel erg veel belangrijke verdedigende kopballen gemaakt. Ook het middenveld had mij heel erg verrast, want natuurlijk is Vidal en Pogba die fungeren als soort van verdedigers. En linksmiddens en rechtsmiddens hebben beide dus high low work rate, dus die zijn heel vaak in aanval te vinden. En die waren dus ook heel vaak betrokken bij aanvallen van mij, zodat ik dus gewoon goed kon voorzetten op mijn spitsen. Valdez was waarschijnlijk de grootste verrassing, want hij speelde echt enorm goed. Was misschien niet de meest scoregierige van het hele team, maar hij was wel echt overal te vinden en af en toe kreeg hij dus ook gewoon een goaltje mee. En ik kan natuurlijk ook nooit over klagen en daarom was hij ook bij verre de grootste verrassing in mijn team. Dan gaan we over naar de spitsen. In het begin had ik een klein probleempje met de spitsen, want ik had bij Al-Shamrani de verkeerde chemistry stap hem gezet. Daardoor had ik zijn dribbling niet geüpgrade en als je zijn dribbling niet een upgrade geeft, dan is hij echt verschrikkelijk. Maar als je de sniper op hem zet, wat volgens mij zijn dribbling en zijn shooting verbetert, dan is hij echt een heel erg fijne spits en toen begon hij ook een stuk beter te spelen.
Paradijs die kan echt heel erg goed schieten en hij kan natuurlijk ook heel erg goed koppen. En ook als je toch een kop-upgrade bij hem hebt, dan merk je eigenlijk niks van zijn 5'9". Want beide spitsen zijn wel best klein, dus je zal niet heel erg veel kopgoals scoren. Maar als je gewoon een redelijke voorzet geeft, dan zal Paradijs hem waarschijnlijk wel erin koppen. En daar was ik dus ook heel erg over te spreken en over het algemeen vind ik dit team echt heel erg goed. Geeft ze denk ik een 9 uit 10 en het is zo rond de 100k. Dit is het einde van de video jongens, dus ik hoop je hem leuk vonden. Vind natuurlijk niet een like achter te laten, want dat helpt me enorm. Als je niet geabonneerd bent, kan je dat altijd doen. En bijvoorbeeld de social media zoals Twitter en zo, links ook in de beschrijving staan. Check voor coins de link in de beschrijving en gebruik de code HEZE voor 5% korting. En tot voor de video jongens, later.